hebben eigenlijk op dit moment dat alles vast zit. En we zijn nu ook 5 jaar bezig. En intussen hebben we natuurlijk ontzettend veel materiaal verzameld. Dat dus technisch volledig kan nagetrokken worden. Dat dus eigenlijk een aantal dingen ten gronde bewijst. Ik spreek over het Waasland en Klein-Brabant. En we zitten natuurlijk ook met nog een veel grotere materie in Klein-Brabant zelf, voordat het eigenlijk een ramp is. Want op dat gebied zijn jullie hier in Temse en Kruibeke nog vrij goed voorzien van openbaar vervoer, als het binnen Oost-Vlaanderen blijft wel te verstaan. Dus met dat gezegd zijnde, dus willen we dus een bezoek brengen aan jullie en willen we jullie als gemeentebestuur formeel vragen of dat jullie ons één willen blijven steunen in dit project, of dat jullie eventueel al initiatieven genomen hebben nu, om het project een stukje vooruit te helpen en of dat jullie bereid zijn om nog een aantal nieuwe initiatieven te nemen naar de Vlaamse overheid toe of naar de lijn toe of wat dan ook. En dat is eigenlijk onze formele vraag. Goed, ik denk dat we er heel kort en krachtig kunnen op antwoorden. Dus punt 1 is dat we wij inderdaad onze medewerking bevestigen. Wat dat punt 2 betreft is het duidelijk dat dat allemaal op een gecoördineerde manier moet gebeuren. En dan heb ik direct een tegenvraag. Wat zijn de nieuwe elementen die er intussen blijken te zijn in vergelijking met de behandeling van het vorige dossier? Een nieuw element is dat er een nieuwe minister is. Ja. Dat is een nieuw element. Mm. Dus de tweede vraag is, heb je nieuwe argumenten die bovenop de vorige komen? Want wanneer dat er natuurlijk terug wordt gediscuteerd worden, dan zijn dat opnieuw dezelfde staties als de vorige keer. En dan botsen we opnieuw op diezelfde mannen van de administratie met al de cijfers. Ja. Dus de vraag is, afgezien van het feit dat er een nieuwe minister is, zijn er ook nieuwe argumenten? Wij hebben altijd gezegd, wij zijn bondgenoten in eenzelfde strijd en wij bevestigen dat. Ja, prima. Eerst en vooral wil ik u er al ontzettend voor danken namens iedereen die hier zit, maar ook iedereen die op het terrein zit, zal ik maar zeggen, en die ons ook al massaal steunen. En dat zijn intussen 2000 mensen, dus dat is eigenlijk niet weinig. Er zijn eerst en vooral een aantal elementen waar dat wij van zeggen, die in het verleden geopponeerd geweest zijn, die naar onze mening dus, en dat bewijsbaar, niet kloppen. Het gebiedsonderzoek dat dus uitgevoerd is, is een onderzoek dat dus niet ten gronde gevoerd is. En dat is een spijtige vaststelling. Ik ga ook een paar zaken technisch aan toevoegen, zodat je kunt zeggen van ja, oké, we zijn hierin mee. De lijn heeft op een bepaald moment gezegd, we gaan dan uiteindelijk dat gebiedsonderzoek doen. Nu, de lijn Oost-Vlaanderen was er vrij positief over, de lijn Antwerpen is een andere directie uiteraard en dat gaf een heel andere input. En die hebben gezegd van, we gaan het materiaal verzamelen dat er nodig voor is. Dus ze hebben dus ons materiaal overgenomen, waarvan dat ze de relevantie eigenlijk betwijfelden. Maar goed, dat is een goed recht, dat is punt 1. Dan heb ik het over de gedetailleerde enquête met de specifieke vragen van hoe dikwijls wensen de verbinding te gebruiken, welke frequentie en voor wat. Dus daar hebben ze geen rekening mee gehouden, maar dat is niet direct een doorslaand argument. Maar dat wel een doorslaand argument is, dat is bijvoorbeeld het cijfermateriaal dat gekomen is van de kliniek van Bornem. Die dus gezegd hebben van kijk, wij hebben al ons cijfermateriaal aan de lijn bezorgd en de lijn heeft cijfers gebruikt van 2010. En we hebben dat op tafel gelegd en we hebben gezegd, ja, kan dat? De cijfers van 2012 zijn beschikbaar en zijn doorgestuurd aan de lijn. Ik ben ermee naar de directie getrokken van de kliniek van Bornem. En de kliniek was eigenlijk absoluut niet amused. En ik heb gezegd, kijk, ik ga de mail laten zien, waar dat dus duidelijk in staat, met de bijlagen bij, dat die cijfers wel degelijk vertrokken zijn van 2012. Men heeft daar bewust geen rekening mee gehouden. We moeten natuurlijk weten dat de kliniek van Temse, hoe spijtig dat dat ook is, want ik vind dat bijzonder jammer, intussen een stukje afgebouwd is verder en dat die toename aan patiënten die de overkant moeten gaan bereiken, proberen bereiken, dat dat nog sterk toegenomen is, ontzettend toegenomen is. En dat zie je dus ook in die cijfers. Dus dat is niet gebruikt. Tweede argument, bedrijven. Voor de bedrijven heeft men dus ook gezegd van kijk ja, wij gaan dus alles in overweging nemen wat jullie ons aangereikt hebben rond die bedrijven. En dan hebben wij gezegd van kijk, wij gaan de argumentatie van VOCA Klein-Brabant naar voren brengen. Klein-Brabant-Vaartland. Ja, die argumentatie was dus duidelijk, dat heeft ook in de krant gestaan. Dus dat 72% van de werkgevers zegt, wij hebben hier een ondermaats openbaar vervoer. En we moeten werknemers kunnen krijgen uit het Waasland en we moeten werknemers kunnen krijgen makkelijk uit Brussel.
We hebben ook het argument gebruikt van een bedrijf dat met ons volledig meewerkt en die zegt van 35% van de werknemers bij ons zijn er allemaal uit het Waasland en je mag dat doortrekken voor het ganse gebied, dat is een pak, en die zegt vlak af tegen ons, die mensen moeten noodgedwongen met een auto komen. Wat heeft de lijn gedaan? Ze hebben dat ook terzijde gelegd. Ze hebben gewoon een los rondschrijven aan de bedrijven. Dus er zijn twee bedrijven die erop gereageerd hebben, Pfizer en Alcon. En natuurlijk als je alleen maar op die basis zegt van... Hè. Nu, voor de twee zaken, wat dat betreft de kliniek, en ik hoor de lijn niet afbreken, want ze kunnen zich niet verdedigen, maar ik ga toch proberen van iets te duiden. Wat dat de twee elementen betreft, de kliniek en het bedrijfsleven, wil ik het volgende zeggen. Hoe dat de lijn met ons, en dan vraag ik me af dat ze ons nog wat ernstig willen nemen, en niet alleen ons, maar ook de kliniek en de bedrijven. Ze zeggen tegen ons, ja, weet jij hoeveel afstappers dat er zijn op dit moment aan de kliniek van Borne? 10 per dag. Kun je me niet zeggen waar dat die patiënten komen? Die kunnen maar van één gemeente komen en dat is van Sint-Amans. En van Puurse stukje, maar van Sint-Amans. Een kleine gemeenschap van 7000 inwoners. En hun argument is dan, waarom zouden we dan een bus over de brug trekken? Dat koppelen ze eraan. Het bedrijfsleven, net hetzelfde. Er loopt een perfecte buslijn, een bestaande buslijn, dus door het industrieterrein van Klein-Brabant. Ze zeggen, er zijn veel te weinig afstappers. Ik zeg, ja, dat is juist. Zeg. Ik zeg, maar wie gebruikt die lijn? Mensen van Bonnem of van Puurs of van Sint-Amans, die gaan niet met de bus komen. Want die zitten er mee aan hun neus tegen, die komen met de fiets. Of die komen eventueel toch met een auto. Het zijn de mensen die van over de brug moeten komen. Die eerst hier een bus moeten pakken, een stukje trein moeten pakken en weer een bus moeten pakken. Waarvan dat je weet dat je een anderhalf uur onderweg bent om nog maar gewoon van aan de waterkant tot in het bedrijf een terrein te komen. Anderhalf uur voor 12 kilometer. Dan zeggen zij, ja, dan hoeft dat toch niet voor ons. Dat zijn zaken waarvan dat wij zeggen, dat onderzoek is niet goed gevoerd. En het is erg dat je dat moet vaststellen. Dus we hebben moeite met de status van de lijn, de manier waarop dat ze zich manifesteren. Nu, nieuwe argumenten zijn er ook. We hebben nu de medewerking van de Universiteit van Gent, die een aantal zaken had onderzoeken. En we hebben met die mensen samengezeten. En die mensen zeggen ook tegen ons, hier is iets aan de hand. Dat kan niet dat diezelfde, dat dat een muur is tussen twee gemeenschappen, die eigenlijk inderdaad, sociaal gezien, en economisch gezien eigenlijk bij elkaar horen. En die corridor dat zou inderdaad moeten geoptimaliseerd worden voor het sociale, voor het economische. Want onze regio's allebei gaan er eigenlijk een stuk op achteruit als dat niet geoptimaliseerd wordt. Dus dat zijn zaken die de professor in de eerste fase ook al naar voren gebracht heeft. Dat onderzoek gaat nu starten, daar ga ik het straks nog even over hebben. Maar dat is dus ook nieuw. Voor de rest is eigenlijk dat dossier vrij compleet, vind ik. En we kunnen eigenlijk niet zeggen, we moeten er nog veel aan toevoegen. We moeten eerder zeggen, well, kijk, hoe komt het eigenlijk dat het niet verder raakt op basis van al die elementen. Dan hebben we natuurlijk het budgettaire verhaal, hè, waar we ook niet blind voor zijn. Wij hebben hier een aantal voorstellen die wij valabel vinden. En die rekening houden met het budget. Waarbij dat er volgens ons eigenlijk weinig of geen extra budget moet voorzien worden. Want ik denk dat je ook verantwoordelijk moet zijn in die zaken. Want er wordt gemakkelijk mee geschermd met dat budget. Maar ook als er geen budget, als er te weinig budget is, dan zou het spijtig zijn, mocht er dan geen beleid meer mogelijk zijn. Laat ons een keer kijken of dat er geen optimalisatie mogelijk is met het bestaande netwerk. Wat dat een trein betreft zeggen we duidelijk nee. De trein is een probleem, is een lijn. Enkelsporig, geeft ontzettend veel problemen naar vertragingen toe, cumuleerde vertragingen de hele dag door. Laat staan dat ze een goede aansluiting verzekert met de bussen, dus dat houden we even terzijde. Optimalisering van het busnetwerk is iets anders. En daar hebben we eigenlijk drie voorstellen in een eerste fase, waar we zeggen van kijk, dat kost helemaal geen geld, hè, om het minimum te bereiken van wat we eigenlijk zouden moeten kunnen hebben. En dat is 5 bussen, over de brug per dag, 5, dat is bijzonder weinig, die gericht zijn op de scholen en op de kliniek. Dus die samenvallen met de schooluren en de consultaties van de kliniek en in de namiddag de bezoekuren. Dat is door de lijn opgenomen, maar we hebben er nooit niks meer van gehoord. Dus 5 bussen. De bus die nu op dit moment over de brug gaat, meneer de burgemeester en mevrouw de Schepen,
Dat houdt dus ook niet voor mogelijk. Die rijdt dus ook maar 5 keer en dat is één en dezelfde chauffeur. Die chauffeur, ik heb er nog een hele dag mee meegereden en ik heb gezien wat ik gezien heb en dat is dus niet voor mogelijk. Als we spreken over budget, dan denk ik dat we ernstig moeten zijn. Die bus die staat dus de helft van de dag, staat die gewoon stil. Die staat een uur en drie kwartier stil in Sint-Niklaas, die staat een uur stil in Bornem, die rijdt nog niet alleen over de brug. Je houdt dat dus niet voor mogelijk, dat kost geld, dat is een chauffeur en dat is een bus en dat staat daar stil. Onbegrijpelijk. Tweede voorstel, ernstig voorstel eigenlijk, is maak een koppeling tussen de lijnen, de lijn 99-99S Amme, Temse, Antwerpen, en maak een koppeling met de lijn 252 Dendermonde, Bornem, Boom, Buurspoon. Maak een snijpunt op de brug en zorg dat er langs beide kanten van de brug voldoende overstapmogelijkheden zijn. Dan krijg je in één keer met die bestaande lijnen een boost aan mobiliteit, die ook voor de mensen van Kruibeke, van Elverselen, noem maar op, een ontzettende meerwaarde betekent, op basis van de bestaande lijnen. De reactie van de lijn was daarop positief. Zij vonden dat dus uitstekend. Een heel goed idee, zeggen ze. Maar de argumentatie die er dan op volgt, is de volgende. Dan zegt men van, ja, maar nu hebben we daar een telling gedaan, hè. En op de lijn 252 zien we in één keer de laatste 3 jaar een forse toename van 17%. En dat geldt ook voor de lijn 99. Ze zeggen, moesten we daar nu aan beginnen knutselen? Kan het goed zijn dat er een aantal mensen zijn die afhaken. Dat is het argument. Derde voorstel, van Louis van Kruijbeek had er een schrijnend verhaal. Dat iemand van Kruijbeek die moest naar de campus van Werbroek, want dat is een onderdeel van de kliniek van... Daar zit de geriatrie, er zit een aantal diensten. In Willebroek is helemaal niet te bereiken. Hè? Niet voor de mensen uit Bornem, niet voor de mensen uit Temse, dat is een drama. Ze zitten zijn puur, zitten bijna een uur vast om een overstapje te hebben, hadden met een trein hetzelfde. Ik zit gewoon 2 dagen per week in de rugschool in Willebroek natuurlijk. Dat is een eindje rijden. Hè? Ik heb 20 minuten in de file gewoon, daar zit het op in. Dan moet ik hier al een uur op verandeur rijden voor 20 minuutjes afstand uiteindelijk. Dus die campus is, eigenlijk ook niet bereikbaar. Ja. Nu, ons derde voorstel is het volgende, meneer de burgemeester. Er is een bus die dus die aansluiting verzekert vanuit Puurs in de richting van Willebroek Kliniek en die gaat zo verder langs Kapallen op de Bos en gaat die naar Brussel. Dat is een lijn die uitgebouwd wordt door de lijn Vlaanderen-Brabant. Die bus is de bus 260. Die sluit op niks, maar dan ook op niks aan. Die sluit niet aan op een trein in Puurs, die sluit niet aan op de 252 uit Bornem, die sluit op niks aan, op niks, op niks. En ik ga die regelmatig eens bekijken en die vertrekt gewoon leeg vanuit Puurs. En die begint zijn volk te laden, Willebroek, Kapan op een bos enzovoort. De vraag is gesteld, laat die bus vertrekken op het knooppunt Temse en breidt die uit met 10 kilometer aan Vlaanderen. Dan heb je de ene keer een ferme aansluiting tussen het knooppunt Temse, maar ook het ganse Waasland eigenlijk, want alweer dat van Kruibeke, van Bever komt enzovoort, kan perfect overstappen op het kruispunt, op het knooppunt Temse. Wordt Temse een heel belangrijk knooppunt tussen huisjes. En dan heb je dus de volledige tussenliggende schakels langs het hinterland. We volgen niet de spoorlijn, want dat is ook iets dat de lijn zegt, we mogen niet concurreren met de spoorlijn, absurd. Maar tussen Bornem en Puurs concurreren dat zo gezegd wel. En dan heb je dus de connectie Temse, Bornem Kliniek, Bornem Centrum, Puurs, Willebroek en zo verder naar Brussel. Dan is hier geen overstapprobleem, dan is hier wel het grote knooppunt waar dat een aantal mensen kunnen overstappen. En dan heb je dus eigenlijk ook geen enkel probleem onderweg en bereikt de vlot zowel Bornem als Willebroek. Daar heeft Vlaanderen-Brabant op gezegd, ja, de bus doet wel al een lang traject, en dat klopt wel. Maar wat mij eigenlijk nog het strafste leek eigenlijk, ja, want dat is ook zoiets, en daar zaten we samen op het gemeentehuis in Bornem, samen met alle lijndirecties. En dan zei die mevrouw van Vlaanderen-Brabant, ze zegt, ja, zei, hoe komt dat dat die bus op niks aansluit? Zeg, dat is toch erg voor Klein-Brabant en voor ook het Waasland eigenlijk. Hè? Ze zegt tegen ons, voor ons is Brussel belangrijk.
En ze zegt, die busje, die moet een aansluiting geven vanuit Brussel op het station van Willebroek. En niet omgekeerd. En hij zegt, ze zegt, maar ik moet er tot mijn spijt aan toevoegen dat we dat nooit halen. Nooit. Omdat we vastzitten met die bus naar Brussel. Dus om stipt met die trein te communiceren in Willebroek. Als wij nu van hieruit een trein nemen naar Willebroek en we willen naar de kliniek in Willebroek, dan komen we toe en is die bus 5 minuten weg. 5 minuten, 55 minuten wachten. Erg. Ik vind dat erg. En nu gaan wij volgend jaar een oproep doen aan alle politici rond de Schelde om een keer een week in de week van de mobiliteit het openbaar vervoer te gebruiken en een aantal zaken een keer af te toetsen. We gaan dat voorstellen. We gaan dat ook brengen. Lokale politici en ook nationale politici. Om die keer te ervaren wat dat voor de gewone burger betekent als je afhangt van iemand of je hebt dus helemaal geen auto ter beschikking om dan die bereikbaarheid te hebben van zo'n zaken. Ook voor de bedrijven trouwens. En dan is dat erg. En dan zijn we hier als werkgroep, worden we soms een beetje geminimaliseerd door sommigen, wordt het soms een beetje in het belachelijke getrokken. Maar als je zo'n dossier hebt dat zo dik is, waar je al die missing links in ziet zitten en je merkt duidelijk dat er iets aan de hand is en dat je kunt oplossen met weinig budget, dan is dat voor ons bijzonder frustrerend eigenlijk. En dan zijn we blij dat we de gemeenten hebben die dat inderdaad mee willen verder ondersteunen. Maar er gaat nog iets meer nodig zijn dan. En ik denk dan dat er initiatieven zouden moeten komen. Als het ook kan vanuit de gemeente. En daarom ook mijn vraag om het desnoods op hoger echelons te brengen. Want je bent er uiteindelijk meerdere jaren mee bezig. Je hebt een dossier samengesteld dat niemand zich eigenlijk voor mogelijk had gehouden. Dus heel veel waardering ervoor. Wanneer wij initiatief nemen, dan is het duidelijk dat wij allemaal op dezelfde golflengte moeten zitten. En dan denk ik bij de pistes die jij nog wil bewandelen, dat het duidelijk is dat er eerst een overleg moet zijn van sleutelfiguren, waar nog eens duidelijk afgesproken wordt welke pistes bewandelen we, wie doet wat, welke richting gaan we uit, zodanig dat wij niet op het kabinet van A zitten en liever op het kabinet van B. En, met andere woorden, wat aan wij voorstellen is dat een beperkte delegatie, jij en nog een paar mensen die u omringen, met een paar sleutelfiguren van de 4 gemeentes, want dat moet natuurlijk geen algemene vergadering zijn, want het bemoeilijkt, dat zou een vergadering moeten zijn die aan hier binnen kan. En dan zou er eigenlijk aan die vergadering een voorstel moeten voorgelegd worden door u, wat daar volgens u de strategie is. En als iedereen akkoord is om die strategie en de te bewandelen pistes, dat men dan ziet wie wat doet. Want ik kan mij inderdaad goed voorstellen dat je de politiek nodig hebt om bepaalde paden gemakkelijker bewandelbaar te maken. Dus Eiffeltorenhoge bewondering, bondgenoten in eenzelfde strijd, overleg met sleutelfiguren van de 5 betrokkenen, zal ik ze noemen, de 4 gemeentebesturen en het comité. En dan zou ik voorstellen dat u daar een voorstel voorlegt, waar wij over kunnen debatteren. En als iedereen het eens is over dat voorstel, dat we dan de taken kunnen verdelen, wie aan wat doet, enzovoort, enzovoort. Zodanig dat het gecoördineerd is en dat iedereen, om het op zijn Vlaams te zeggen, aan hetzelfde zin trekt. Nu, uw vraag is vooral de evolutie van het station hier in Temsters. Op donderdag 21 augustus, om juist te zijn, hebben wij een aantal proefritten gedaan hier in Temsters. Een aantal zullen het misschien gezien hebben dat we hier in de zaal aan het rondrijden waren. En op de kaai in Temsters. Dus er zijn een aantal scenario's uitgetest. Ja. De lijn maakt daar een synthese van. Wat is haalbaar, wat is niet haalbaar. En eind oktober, begin november koppelen zij met ons terug daarover. Maar als die bus inderdaad op het knooppunt Temsters vertrekt, en die gaat dus Bornem Willebroek doen. En die kan daar koppelen met het nieuwe tramnet naar Brussel. Wat heel veel mensen hebben van Temse die in Brussel werken, die vlotjes tot in Brussel gaan raken. Dus ik denk dat we dat ook misschien nog als argument kunnen toevoegen als we voor die oplossing zouden gaan. Dat Brabantnet komt er, daar is de goedkeuring voor gegeven. Ik heb begrepen dat wat dat onteigening betreft dat nu allemaal vrij vlot is. Ik heb de 20e oktober opnieuw een samenkomst met Brabantnet. We gaan zien hoe ver dat staat. Maar dan denk ik dat het voor het Temse en Hans, het Waasland eigenlijk, want dat kan zijn dat je in Temse misschien nog een aantal dingen moet voorzien, dat zal dan de toekomst moeten uitweiden, omdat er misschien een aantal mensen richting knooppunt zullen willen rijden met een auto, ik weet het niet.
maar dat hij dan heel vlot naar Brussel geraakt en in de N16 wordt er pakske verlicht worden. Hè. Dat moet er, want als je ziet hoe dat die N16 zich op dit moment gedraagt, dat is onvoorstelbaar. Hè. Ik woon tegen de N16, ik kom erop en ik zit al direct vast morgens. Hè. Dus we moeten er ook toekomstgericht en vanuit milieuaspect moeten we er ook denk ik een stukje rekening mee houden. Ik vond het fantastisch dat jullie telling van de politiezone Temse Kruibeke, dat die net op het moment viel dat we ook communiceren naar de pers toe. Maar je krijgt in één keer op je bord 100.000 voertuigen per week officiële telling van jullie politiemensen. Dat is niet weinig, hè? En dat was buiten alle verwachting. Dus dat zijn toch allemaal argumenten die je kunt gebruiken. Die hebben we ook naar de lijn gebracht, dus ook geen rekening mee gehouden. En de lijn zei ook altijd van, vind ik altijd bijzonder spijtig. Ja, wij zijn de lijn en dat is de spoorweg. Hier werden ook even wel met petje naar doen van voor de lijn. Dan hebben ze zelf gezegd, we krijgen de cijfers niet van de spoorweg. Hè. We hebben het zelf uitgezocht via het real-time systeem, waar dat gezegd is 100% juist, maar dat is de spoorweg, wij zijn de lijn. En dan zeggen ze, de spoorweg moet een kapstok zijn voor de bussen. Dat werkt niet, zeker niet op een enkelvoudige spoorweg. Dat werkt gewoon niet voor onze regio, zo simpel is het. En die busverbindingen over de Schelde, die moeten voor die oevers van het Nivers Centrum Temse, of niet voor Centrum Bonne, maar voor de oevers van de Schelde, zijn die ontzettend belangrijk. Vooral die deelgemeenten die er rond liggen. Die mensen zeggen ook, ja, het is hier een verstedelijk gebied, je zit hier met die Schelde, die corridor, dan moet je optimaliseren. En die zeggen ook van, wij gaan proberen dat dus wetenschappelijk te doen. En ze gaan dus communicatie hebben met de gemeentebestuur, dus dat ik eigenlijk naartoe wil eigenlijk, ook met de mensen uit het veld, ook met de bedrijven. En dus eigenlijk alle participanten die er ook maar enigszins ergens iets kunnen inbrengen. Ons vraag gaat nu zijn, en dat is ook de vraag die gisteren in Kruibeke aan bod gekomen is, om verder te gaan op uw vraag, dat de gemeente Kruibeke en de gemeente Sint-Amans er ook bij betrokken worden. Die hebben een overleg gehad eind februari met de lijn, maar er is op dit moment niet veel uitgekomen. Die willen er ook wel proberen verder in te gaan. Ik heb hen ook gezegd dat de lijn Oost-Vlaanderen nog niet al te negatief is. Maar dat ze natuurlijk moeten samenwerken met een andere directie. En dat is eigenlijk het grootste probleem, dat zou met de politiek kunnen opgelost worden. Maar ja. Onze voorstellen die we ook gelanceerd hebben, zullen door de gemeente Kruibeke integraal overgenomen worden en zullen volledig ondersteund worden. Zij zullen ook een schrijven richten aan de minister van Mobiliteit en ze zullen ook een schrijven richten aan de lijn Oost-Vlaanderen. Ja, wel. Dus daar willen ze zich op inschrijven, wat dat betreft. En we gaan er heel positief tegenover. Vanavond zitten we in Bonne met Sint-Amans samen. Met de Luc de Boek. Met de Luc de Boek, maar daar zitten we wel met, daar hebben we het zo gedaan, dat we eigenlijk alle gemeenteraadsleden samenzetten, fracties van Sint-Amans en Bonne, om eigenlijk de hele problematiek, ook van de busverbinding Dendermonde tot Bonne die mankeren. De aansluitingen naar Willebroek die mankeren, de aansluitingen naar Breendonk die mankeren. Het Belbusverhaal, 6 gemeenten in Klein-Brabant die niet bediend worden, dat wordt in één boterham allemaal vanavond geserveerd. En dat is voor de Bornem en Sint-Amans? Dat is voor Bornem en Sint-Amans, ja. Dat zijn ook de participerende gemeenten, zowel als jullie zijn Kruibeke eigenlijk. Ja. Misschien nog even duidelijk maken dat het onderzoek eigenlijk een opdracht is van de minister Muiters en Schouwvliegen. Dus vandoor is de UNIF gestart, ja. Dat is belangrijk om dat te weten. Komt vanuit de Vlaamse overheid. Van de Vlaamse overheid. Nu, maar ik blijf erbij, meneer Burgers, we zijn ontzettend bedankt dat ons hier eerst en vooral wilde ontvangen. Dat we voelen dat die steun, en ook vanuit de schepen, dat die steun er effectief is. Wij doen het niet voor onszelf. Hè. Ik heb het gelukkig op dit moment nog niet nodig, die bus. En we hebben ook altijd gezegd, het gratis verhaal bestaat niet voor ons, moet het ook niet gratis. Dat was ook van het begin heel duidelijk. Mensen willen ook betalen, hè, voor mobiliteit. Maar er moet wel mobiliteit zijn. Van waar wordt het openbaar vervoer hier gedirigeerd? Dat is uit Brussel. Voor wat uit Vlaanderen, Klein-Brabant komt, uit Antwerpen voor wat uit Klein-Brabant komt, uit Antwerpen voor wat de Zwijndrecht betreft, en uit Gent, Sint-Niklaas, voor wat Oost-Vlaanderen is. En elke keer is het zo dat als er problemen zijn of het vervoer vertraagt op een of andere manier, cumuleert dat zich hoe verder van het beslissingspunt. En dan zie je dat we hier op de brug van Temse eigenlijk aan het kruispunt zijn van de meest verre punten van de verschillende directies.
En als er nu één ding zou moeten gebeuren, is van, als het hier dan uiteindelijk maximaal slecht gaat, zou hier op de brug van Temse, eigenlijk aan het station van Temse, het coördinatiecentrum voor het vervoer van de regio moeten zijn. Aan het station van Temse zei ik, kijk, wij maken hier een beleidscel waar dat het openbare vervoer van vertrekt. Naar Willebroek, naar Puurs, naar Bornem, naar Sint-Niklaas, naar Antwerpen. Het zou hier moeten gebeuren. Waar dat het grootste probleem is, daar moet je oplossing vestigen. Was het toch ook een belangrijk punt van de politiekers die eigenlijk allemaal zeer goed bewust zijn dat het zeer moeilijk samenwerken is met alleen de combinatie van de verschillende provincies met de spoorwegen en zo. Er is iedereen van overtuigd vanuit de politiek. Maar ja, het ligt wel op de tafel bij die mensen ook. Aan nota bespreken, akkoord over die nota of bijsturen en dan een strategie ontwikkelen. Dat is volgens mij de manier, want je moet het uiteindelijk ook coördineren en je moet zorgen dat dat draagvlak de vijf poten houdt, ja, die had de vijf poten niet, want dat er een van die poten ontbreekt. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik vind dat een heel fantastisch voorstel, ik weet niet wat de mensen daar doen. Ja, ik vind ook dat we een hele goede negociant. Ook, laten we zeggen, vanuit verschillende invalshoeken, vanuit verschillende zuilen. Ja, ja. Dat is heel belangrijk ook voor ons, hè. En dat is ook een sterkte altijd al geweest, dat we dus heel breed gaan. We willen volledig apolitiek zijn uiteraard, filosofisch inderdaad, dat kunnen we ook niet. We proberen eigenlijk de brede waaier van mensen erin te betrekken. En we hebben ook tal van organisaties die dat dus echt ondersteunen, hè. Zelfs het OCMW ondersteunt, eigenlijk bedoel, er zijn een aantal figuren en die werkelijk zwaar wegen in onze werkgroep. Dat is het toffe eraan aan de werkgroep, zoals u zegt, meneer Vermes. Het is breed, het is eigenlijk pluralistisch. Maar er zitten ook een aantal deskundigen in, die ook zeggen van ja, maar ja, we willen dat al. Is dat in de andere gemeenten ook pluralistisch? Ja, de werkgroep is gewoon pluralistisch, te cool. Hè? Ja. Maar het is goed, ik zal ook hier een mailtje sturen. Ik zal zeggen dat de communicatie die hier gebeurde, dat die door jullie zal naar de pers gebracht worden. Ja. Goeie afspraak. Oké. Prima.